De wereld verandert steeds sneller. Consumenten die eisen steeds meer. Denk hierbij aan vandaag besteld, morgen in huis. Of als consumenten klachten hebben dat ze binnen een uur geholpen zijn. En die organisaties die daar goed op kunnen antwoorden, dat zijn de winnaars van de toekomst. Planning is echt essentieel in het bereiken van dit. Planning zorgt ervoor dat je op het juiste moment de juiste mensen in kan zetten en dat je dat op een hele efficiënte en dus goedkope manier doet. Anago biedt software voor planning. En er zijn grote verschillen tussen die bedrijven, hoe ze plannen, maar ook waar ze zich bevinden op het gebied van planning. Veel organisaties die gebruiken spreadsheets om te plannen. Dat is op zich goed, maar je loopt al heel snel tegen allerlei knelpunten aan. Daar moet je wat mee. En de software zorgt ervoor dat wij heel nauw kunnen aansluiten op die bestaande planningswijze. De software zorgt er ook voor dat we die bestaande planwijze verder kunnen verbeteren. Dat de organisaties steeds efficiënter kunnen plannen, maar ook efficiënter kunnen werken. Significa is een van de grootste sales en service centers van een bekende luchtvaartmaatschappij. Er werken hier 700 mensen en wij handelen klantcontact af voor 19 Europese landen in 11 talen. De software heeft ons in staat gesteld om bepaalde dingen accurater en beter te voorspellen. Bijvoorbeeld het aantal klantcontacten, hoeveel telefoontjes komt er op ons af in de komende jaar, anderhalf jaar. En doordat wij dat soort dingen accurater kunnen voorspellen, zijn we ook beter in staat om in te schatten hoeveel mensen wij nodig hebben om het werk te doen. Bedrijfsoptimalisatie is planning. En planning maakt het verschil tussen een doorsnee organisatie en een winnaar. Belangrijk is dat de planning zich niet focust op één afdeling, maar juist op alle afdelingen samen. Het is één keten van afdelingen die met elkaar samenwerken. En de planning moet daar heel nauw op aansluiten.